De eerste keer dat Michael mij over de film sprak is een zestal jaar geleden. En ik was er onmiddellijk gek op om de heel eenvoudige reden dat het... omdat het heel uniek is. Het is een verhaal zoals je er nog niet echt vaak gezien hebt. Het speelt zich af op een boerderij in België. Met een jongen die nogal een heftig trauma heeft te verwerken. Maar voor alle duidelijkheid, ik zal even schetsen waar de film over gaat. Ja. Het is eigenlijk... vertelt dus het verhaal van Jacqui van Marseneel, mijn personage. Dat is een jonge Limburgse vetmester. En mijn personage begint eigenlijk te twijfelen aan heel het opzet om die afspraak te laten doorgaan. Maar uiteindelijk besluit hij toch om die mensen te ontmoeten. En bij die ontmoeting wordt hij nog eens geconfronteerd met iemand die hij gedurende 20 jaar niet meer gezien heeft. Maar die samen met hemzelf de enige mensen zijn die weet hebben van een vreselijk geheim dat mijn personage met zich meedraagt. Heb je daarop ingeleefd en wat voor voorbereiding had je er verder nog voor? De rol vroeg om een enorme fysieke transformatie op. Ja. En dat gaat dan heel concreet over heel hard werken en er alles aan. Ik moest heel veel spiermassa winnen, dus ik heb heel veel, ik heb meer dan een jaar aan een stuk als een bodybuilder geleefd, bij wijze van spreken. Wat zijn kan ik me voorstellen om zo ineens om te gooien. Maar het was vooral ook het talent van Michael om cinema te maken. Het is nogthans wel een debuut. Maar ik had al het vertrouwen in zijn talent. Ik had ook het vertrouwen in de ploeg, in de collega's, in alle spelers die meededen. Maar ook in de cameraman. En ik voelde aan alles dat het iets heel bijzonders was. En ook vooral de aandacht waarmee Michael aan die film gewerkt heeft gedurende 6 jaar. Deed me veronderstellen dat daar zoveel liefde in dat project zat. En dat vind ik altijd een goed teken. Het is mooi om te zien dat het dan ook zo'n fantastische film oplevert. En in België is het dus ontploft. Dus we zitten echt met een groot succes. Wat vreemd niet, omdat het gewoon een steengoede film is. Dus dan is het niet zo vreemd dat het een groot succes wordt. Maar we hadden ons daar niet aan verwacht, omdat het is een heel persoonlijke film. Het is echt een auteursfilm. Die wel een thematiek heeft die een groot publiek kan aanspreken. De hormonenmafia en al die zaken. Dus ik denk dat we, net op die mooie middenweg zitten tussen en iets heel persoonlijk, heel authentiek, heel uniek, maar tegelijkertijd ook iets wat een heel groot publiek aanspreekt. Ze hebben de dans kapot gemaakt. Flikken, misschien als zijn doog. Hoog, meeg? Niemand om me heen doen.